uitvinder Klaas de Boer uit Opperdoes denkt dat hij het antwoord op het stikstofprobleem in zijn schuur heeft staan. Hij heeft een machine gemaakt die stikstof uit de lucht filtert. Hier demonstreerde hij dat al eerder aan NH Nieuws. Maar nu vindt hij het tijd om de machine uit zijn schuur te halen. Daarom zijn Provinciale Statenleden en de Land- en Tuinbouworganisatie uitgenodigd. Waarom is die samenwerking zo belangrijk? Nou, omdat ik met waar ik mee bezig ben niet verder kom. En dit zijn toch mensen die toch dichter bij de bron zijn te komen als ik. Want ik kom niet verder. Dus daar mooie reactie in de vloeistof. Ik houd dit initiatief al een tijdje in de gaten. En je merkt nu ook dat we dichter bij een fase komen dat het aan inzetten en uitwerken komt. Dus het is ook nodig om erbij te zijn. Nou ja, dit ziet eruit als gewoon echt een goede oplossing. Waarmee we dus een groot deel van het stikstofprobleem op kunnen lossen op een vrij eenvoudige manier. Maar er moet nog een hoop gebeuren en daarin loopt Klaas vast. De machine moet nog gecertificeerd worden en daar zitten flinke kosten aan verbonden. Daarnaast moet die nog in de praktijk beter getest worden. Tijd dus voor de volgende stap. Ik denk dat het goed is om met alle partijen in contact te gaan, en dat bedoel ik bijvoorbeeld de agrarische bedrijven, maar ook de natuurorganisaties en de politiek, om te kijken wat is er nou voor nodig om gewoon eens een pilot op te gaan zetten en te kijken of dit kan werken. Ik denk dat de volgende stap allereerst snel moet komen, want het probleem is gewoon heel urgent. Maar nu moet het in de praktijk getest worden en ook goede resultaten laten zien. En wij kunnen een deel van ons netwerk inzetten om in ieder geval een aantal drempels lager te maken. En om te kijken of we misschien ook een paar boeren kunnen interesseren om hier aan mee te gaan doen. Als statenlid ga ik nu bij de provincie navragen hoe zij daar tegenover staan. En of ze bereid zijn een pilot te doen. En of zij bereid zijn te stimuleren dat die certificering snel rondkomt. Heeft u nog steeds alle vertrouwen erin? Ik zeker weten. Ja, 100%.